welkom terug bij de Gelukkige Huiskat. Wat leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik weer een product review voor je. En dit keer gaat het eigenlijk om twee speeltjes van het merk Kong. De eerste is de Kong, ja, en nou weet ik niet hoe ik het uit moet spreken. Gyro. Het is een voerpuzzel. Het is een rollende voerpuzzel. En een ander is een speeltje. Ik weet niet of je hem kan zien. Wat je vast zou kunnen maken met door middel van een zuignap. En dan zou je kat er zelfstandig mee kunnen spelen. Ze zijn allebei relatief nieuw. Laten we beginnen met deze. De Gyro, noem ik hem maar heel eventjes. Het is een soort rubberen ring. En daar zit een balletje in. En in dat balletje zit een gaatje. Ik heb hier eentje die ik al een tijdje in gebruik heb. En door dan dit balletje te rollen, komen er brokjes uit. Hij is ook infused met catnip. Daar ruikt hij ook gewoon wel. Hij heeft gewoon een beetje een apart luchtje. Ik moet eerlijk gezegd zeggen, mijn katten zijn heel erg gevoelig voor kattenkruid. Maar met dat geurtje hebben ze eigenlijk helemaal niks gedaan. Ginzo ligt hier op tafel en die begint meteen al even te kijken of er niet wat uit wil rollen. Ik heb hem dus al een tijdje, dit is een nieuwe, maar ik heb er al een tijdje één in gebruik. En ja, het is ook een beetje de voorkeur van je kat. Ik heb een van mijn katten, Ginzo, die vindt het gewoon heel erg leuk om met beweegbare voerpuzzels te spelen. Terwijl bijvoorbeeld Spekkie hier echt daar helemaal niks mee doet. Die wil echt alleen maar stationaire voerpuzzels. Maar Ginzo vindt deze wel een groot succes. Ja, de toevoeging aan, tenminste de toegevoegde waarde van het zogenaamde infused in catnip. Ja, dat werkt hier niet. En ik moet eerlijk zeggen, na een tijdje gaat dat luchtje er dus ook van af. Dus ik weet niet of het in het geval van mijn katten is het niet extra aantrekkelijk. Of zorgt het niet voor dat ze extra met het speeltje gaan spelen. Ginzo is er al bij komen liggen. Dit is hem in de verpakking. Dit is degene die ik al een tijdje gebruik heb. Het is zeg maar, hij rolt één kant op. Dus ze moeten hem gewoon zo. Hij kan niet alle kanten rollen. Hij kan alleen maar die kant op rollen. En om de brok om te vullen, kan je eigenlijk gewoon dit bolletje zo openmaken. Brokjes erin doen. Dichtmaken. Ho. En dan neerleggen. Ik zal er wat brokjes bij pakken. Kijk, je maakt hem open en je doet dan gewoon de brokjes erin. En dan maak je hem weer dicht. Maar dan kom ik dan meteen eigenlijk bij het nadeel van deze puzzel. Is echt dat het gat is best wel groot. En als je grote brokjes hebt, zoals Maine Coon brokken of dental brokken. Dan is dat denk ik niet zo erg. Maar deze brokjes zijn echt wel klein. En nou ja, je kat heeft hem zeg maar binnen 5 minuten leeg. Dus wat ik daarvoor als oplossing bedacht heb om hem wat moeilijker te maken, is dat ik er gewoon een propje papier in doe. Gewoon, dat doe ik daarin. En dan moeten ze de puzzel vaker rollen. Dus dan komt er niet iedere keer als ze rollen komt er een brokje uit. Dus ze moeten er gewoon meer moeite voor doen, willen die brokjes eruit gaan, zeg maar. Ginzo is echt heel fanatiek bezig nu. Hè? Ginzo vindt hem dus echt heel leuk. Maar ja, dat is denk ik ook een beetje de voorkeur van je katten. Ginzo is echt, vindt het leuk om met dingen te wiebelen of met dingen te rollen. Terwijl Spekkie bijvoorbeeld echt helemaal niks van moet hebben. Die wil gewoon een stationaire voerpuzzel hebben. En hij kostte trouwens, dat wil ik nog even zeggen, €6,95. Dus aan de prijs kan het zeker niet liggen, want je hebt er best wel een leuke puzzel voor. En het is weer eens wat anders dan een gewoon standaard bal. Ja, wil ik ook even bij zeggen, ook deze video is niet gesponsord. Ik heb de producten zelf gekocht. Gewoon omdat ik ze heel graag uit wilde testen. En ik heb meerdere speeltjes van Kong in huis. En meestal is het wel een succes bij onze katten.
deze kost ongeveer €6,95. Dus dat is eigenlijk niet zo duur. Er zit trouwens ook nog een belletje in. Of een rammeltje. Er zit ook nog een rammeltje in. Misschien om het extra aantrekkelijk te maken. Maar voor mijn katten maakt het volgens mij helemaal niet uit of die wel of niet rammelt. Als er maar eten in zit. En uit. Het andere speeltje wat ik besteld heb is de Kong Switch Connect Teaser Spinwheel. Hele mond vol. Maar eigenlijk is het Kong Connect. Of Kong Switch Connect is eigenlijk de zuignap die je op tafel kan zetten. En daarin kan je dus een hengel van Kong plaatsen. En dat zouden dus verschillende kunnen zijn. Dus dan kan je afwisselen. Met het idee dat je kat er dan zelf mee kan spelen. Hij was €11,50. Maar ik denk dat je als je de basis hebt. Dat je er ook andere hengels in kan zetten. Dus dan is hij, zeg maar, hoef je alleen maar één keer de basis aan te schaffen. Zit ook kattenkruid in. Volgens mij zit in alle producten van Kong zitten kattenkruid. En ik ben heel benieuwd wat mijn katten ervan van vinden. Je kan hem vastmaken, zeg maar, op een glad voorwerp. Dus het kan de tafel zijn, het kan misschien de deur zijn. Dan hangt hij verticaal, maar je kan misschien of horizontaal. En ik kan hem op de grond zetten. Dus ik ga even kijken. Ik ga hem uitpakken, even kijken wat ze ervan vinden. Dit is hem dan van dichtbij. Ginzo die vindt hem al heel interessant. Dus ik ga hem even uitpakken. Oké, Ginzo is er ook heerlijk bij in de weg gaan liggen, maar die moest er gewoon bij zijn. Dit is dan de zuignap die je gewoon ergens op vast kunt klikken. We gaan het straks even uitproberen en dan steek je het stokje er gewoon zo in. En ook en dan blijft hij dus zo staan. Het is een beetje een gok, want mijn katten spelen eigenlijk niet zo heel veel met speeltjes die eigenlijk niet die niet zelf bewegen, zeg maar. Als er ergens een motortje in zit, dan vinden ze het wel leuk. Dit moeten ze zelf doen. Dus ik heb geen idee of ze er wat mee gaan doen. Maar goed, dat gaan we dan zien. Ik ga hem denk ik gewoon op de vloer neerzetten. En dan gaan we eens even in de gaten houden wat de jongens ervan vinden. Ja, ik heb me bedacht. Ik ga hem dus niet op de vloer zetten, want dan denk ik dat mijn dochter hem sloopt. Dus ik ga hem hier in de vensterbank zetten. En we moeten eerst aan de onderkant iets verwijderen. En dan neerzetten. Oké. Hij staat al goed stevig. Laten we hem even optillen. Ik ben benieuwd of ze er wat mee doen. Ik vind wel dat hij niet zo soepel draait. Snap je wat ik bedoel? Normaal gesproken als je dan zo'n dingetje hebt voor in de tuin of zo. De wind gaat er tegenaan, dan gaat hij als een gek. Maar hier moet ik echt wel. Ja, hij draait niet lekker door. Dus dat zou wel eens voor kunnen zorgen dat ze er heel snel op uitgekeken zijn. Maar we gaan het meemaken. To be continued. Nee? Niet? Nou, hij staat er dus al bijna een week. En ja, ze hebben er eigenlijk naar gekeken. En verder nog helemaal niks mee gedaan. Ik ga hem nog even op een andere plek zetten om te kijken of ze daar wel iets mee doen. Maar ik vrees er een beetje voor. To be continued. Oké, nou ik heb hem nu een tijdje op de grond neergezet. Loki en Specky die zijn er even bij gaan kijken. Loki heeft er één keer een map tegengegeven. Maar eigenlijk wat hij nog het meest interessant vond is dat kleine zwarte rubbertje wat bij het voetje uitsteekt om die zuignap weer van de grond af te halen. Dus ik vrees dat mijn katten dit speeltje gewoon niet leuk vinden. Wat je dus wel zou kunnen doen is de zuignap vastmaken hoog aan de deur. En nadat je er dan een hengel in stopt met een touwtje. En dan zouden je katten zeg maar zelfstandig met de hengel en het touwtje kunnen spelen.
Ik doe dat niet. En dat komt omdat Loki de touwtjes doorbijt. En Flynn eet vervolgens de touwtjes op. En aangezien dat dat een hele duur grapje altijd wordt, durf ik dat gewoon niet. Of weet ik gewoon dat ik dat niet moet doen bij mijn eigen katten. Maar als jij een kat hebt die dat soort gekkigheid niet doet, dan zou je hem zeker ook daarvoor kunnen gebruiken. Dus ja, helaas. Dit speeltje is geen succes. Die andere was wel een succes. Het was al een beetje een gok, hè, wat ik van tevoren al zei. Want mijn katten zijn niet heel erg van zelfstandig met de speeltjes spelen. Die dus niet uit zichzelf bewegen. Ja, een balletje of een klein veertje of zo vinden ze wel leuk. Maar deze helaas niet. Maar goed, hebben we ook eruit getest. Dit was weer de video voor deze week. Ik hoop dat je hem nuttig vond. Als je meer van dit soort productreviews wilt zien, doe dan een duimpje omhoog. Zodat we weten dat je de video leuk vond. En dan kunnen we er nog meer voor je maken als je wilt. Zijn er speciale producten die je misschien, waarvan je misschien een review van zou willen hebben? Laat het ons dan weten. Je kunt onder deze video een berichtje aan ons achterlaten. Vergeet ons ook niet te volgen op Pinterest, Instagram en Facebook. En dan zien we je volgende week terug.